hier is Wouter. Welkom bij deze video. Het is feest. Tenminste, voor mij is het feest. Ik heb namelijk de 5000 abonnees bereikt op YouTube. En daar ben ik wel blij mee. 5000 abonnees, hartstikke leuk natuurlijk. En dan is mijn vraag natuurlijk, waarom zijn de mensen geabonneerd? Tenminste, zijn mensen geabonneerd omdat ik leuk ben? Of omdat ik misschien een hele leuke jongen ben? Of gewoon heel aantrekkelijk, dat je daarom geabonneerd bent? We weten het niet. Maar in ieder geval, ik heb 5000 abonnees bereikt en daar ben ik wel blij mee. Want ja, ik doe nu al 2 jaar aan YouTube en dan uiteindelijk die 5000 abonnees te behalen, dat is natuurlijk altijd wel mooi meegenomen. Dat je gewoon mensen hebt die naar jou kijken en dat ze denken van, nou, ik ga ook even abonneren. Dus daar ben ik wel blij mee. Want laten we eerlijk zijn, mijn kanaal, kijk, ik ben niet het kanaal dat alleen maar positief is. Je hebt heel veel YouTubers die zijn altijd positief van, hey, of tenminste, hoe beginnen ze dan? Ik ga het echt proberen na te doen. Hallo mensen, kun jij deze video liken binnen 10 seconden en heb je extra geluk in het leven of zo? Kijk, zo YouTube ben ik niet. Tenminste, ik ben ook geen YouTuber die kindercontent maakt. Kijk, ik ben heel anders dan elke andere YouTuber. Kijk, mijn video's zijn uniek in vergelijking met andere YouTubers. Ik heb me ook altijd gefocust op volwassen publiek en ik heb me ook niet altijd gefocust op positiviteit. Tenminste, ik heb echt wel een keer positieve verhalen verteld, maar als iets negatiefs is, dan heb ik het daar ook over. Ik heb het zowel over de positieve dingen als de negatieve dingen en dat vind ik ook belangrijk. Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je alleen maar negatief bent, alleen maar heel zielig hier zit van, het leven is kut, het leven is kut. Maar ik wil ook gewoon de negatieve dingen bespreken. Kijk, dat doen sommige YouTubers misschien wat minder. Kijk, sommige YouTubers die willen alleen maar positief houden. Wat een goed recht is natuurlijk, want het is hun kanaal, dus je moet het zelf weten. Maar ik wil gewoon alles bespreken. Ik wil zowel het positieve als het negatieve bespreken, dus dat vind ik belangrijk. En dan ben ik ook niet een YouTuber die echt beledigend is. Kijk, ik ben altijd respectvol gebleven naar andere mensen. Kijk, ik kan misschien wel eens een grap maken, maar ik zou nooit hele bevolkingen beledigen of zo. Of mensen met een ander geloof beledigen, transgenders beledigen, homo's beledigen. Beledigen, dat hoort ook niet bij mij. Ik ben altijd een YouTuber die respectvol is naar anderen. En dat wil ik ook, dat wil ik ook zo houden. Dus, is er verder nog wat te melden? Nee, ik denk het niet. In ieder geval, ik heb 5000 abonnees en ik ben blij dat jullie geabonneerd zijn. En laat me ook even weten waarom jullie geabonneerd zijn. Goed. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.